Wat ik dan wel eens zag, wat je vroeger op YouTube deed, dan ging je dan live op een chat-app of zo met video, hoe heet die app? Ommer TV. Ja, het zou goed kunnen. En dan ik kwam er dan zeg maar een Indonesisch in beeld en zeg je, hey, vieze pinda. Is dat een beetje... Nee, dat gaat niet meer zo. Dat is verleden tijd. Oh, oké. Okay. Dus daar ook bij deze mijn excuses voor. Oké. Okay. Aan die pinda? Nee, aan die jongen. Ja, aan die jongen. Maar, en dan later kwam er dan een donkere man. En wat zei je dan? Dus toen zei ik Onana. Ja, precies. Ja. Dat is ook niet leuk, want iedereen wil... Maar ook respect dus... naar die donkere man bij deze. Ja, sorry. Sorry, hij, bij hij deze. Hij kon ik helemaal niet zo goed keepen, hè. Wel voordat hij drugs had gebruikt, want was hij best goed. Ja, nee, dat zeg ook tegen alle drugsgebruikers even sorry. Ja. Hoezo moet ik sorry tegen de drugsgebruikers zeggen? Nou, omdat dat niet leuk is voor Onana ook geweest. Nou, bij deze, sorry dan. En ik heb je ook een keer live gezien met Shabir Burhani. Ja. Wie de fuck is dat dan weer? Met die baard, met die moslim. Die moslim. Van Hallo Praat. Ja. Ah, die gek die wou me interviewen. Hij belt mij en had die opgenomen zonder dat hij dat zei. Ja, later noemde jij hem een geitenhukker. Misschien. Excuses. Even de moslimgemeenschap. Ja, maar bij deze excuses daarvoor. Ja, maar voor. Nou, de moslimgemeenschap zou je wel dan weer graag van een flatgebouw flikkeren. Ja. En dat geeft me toch een gat. Godverdomme. Zijn er andere mensen tegen wie je sorry wil zeggen? Ja. Nou, gewoon bij deze. Sorry naar iedereen. Nou, anders ben ik morgen nog bezig. Ja, oh, en je hebt ze ook allemaal respect voor ze, toch? Tuurlijk, ja. Ik heb respect voor iedereen. Ja, fijn om te horen. Dat is toch prachtig? Wie heeft jou Nee, ophouden met die nadel, want ik stomp je helemaal in elkaar.